Test. Dames en heren, goedemiddag, welkom in Baarn bij deze poging een wereldrecord te vestigen in het schermen. Fijn dat u hier allemaal bent. Ook een woord van welkom aan de burgemeester van Baarn, de heer Röell, en de minister van Sport, mevrouw Schippers. En ik wil graag eerst Paul van Dam, de voorzitter van FIVAS, het woord geven. Hartelijk welkom allemaal, aan iedereen natuurlijk. En ja, ik hoop dat wij er van het schermen vandaag een hele mooie dag gaan maken. Het schermen heb ik zelf een aantal jaren geleden leren kennen. En ik vind het eigenlijk, wat ik aan sporten gedaan heb, vind ik dit eigenlijk nog de mooiste sport die ik in mijn leven heb mogen beoefenen. Het is een sport, ja. Iedereen die hier in het wit gekleed is, die weet ongetwijfeld wat je daar aan acties nodig hebt. Aan evenwicht, aan balans, aan snelheid. En als je dadelijk een equipewedstrijd gaat spelen, dan komt daar ook nog eens een keer de tactiek bij natuurlijk. En dat is van tevoren vast allemaal op dag. Ja, het schermen heeft door de eeuw heen eenzelfde ontwikkeling meegemaakt als eigenlijk de medische wetenschap heeft gehad. Van heel ruw, en van aderlating naar gentherapie en nanotechnologie die straks gebruikt gaat worden. Bij het schermen zeg maar van bijna doodslag tot een zeer geavanceerde sport die we vandaag de dag kennen. En nou, dat is eigenlijk wat ik in de loop van de jaren, zeg maar zo'n beetje wel, ook in dezelfde eeuwen aan ontwikkeling heb gezien. En waarvan ik denk dat dat ons heel mooi van pas komt voor vandaag. Wij brengen de twee zaken bij elkaar, het schermen en de geneeskunde. De geneeskunde als het goede doel wat we vandaag met z'n allen nastreven. En waarvan ik denk dat we vandaag in op deze samenstelling een heel mooie verbroedering tot stand kunnen brengen en kunnen tonen dat geneeskunde en het scherm elkaars partner zijn. Dus ik zou zeggen, allez! Dames en heren, als u iets dichterbij komt, dan moeten we elke keer gaan wisselen met de sessie. En dat is ook zo onhandig. Dat vind ik ook wel prettig als u van harte welkom hier in Baarn. Mensen uit Baarn, maar ook mensen vanuit andere plekken van Nederland. Heel fijn en heel goed dat u hier bent. Voor een wedstrijd, een recordpoging om te komen in de Guinness Book of Records. En dat lijkt me wel heel stoer om daar gewoon in te staan. Het is mij nooit gelukt. En jullie leeftijd inderdaad gewoon een recordpoging in de boeken staan. En het is mooi om het te doen, want we zijn vandaag bij elkaar voor de schermsport. Om daar extra aandacht voor te geven. Het jubileum van Vivas. Het goede doel waar we dan ook nog hier voor bij elkaar zijn. Ik heb vanmorgen zelf geprobeerd om met, moet ik even denken, sabel en floret tijdens een kliniek ook nog wat te doen. En ik vond het heel ingewikkeld. Ik heb heel veel bewondering voor jullie, hoe jullie dat doen. Want ik ben dan al blij dat ik een slag heb afgeleerd. En dan denk ik van, joepie, ik heb hem afgeleerd. En dan denk ik van, ja, ik moet ook nog even een punt scoren. Maar ja, dan ben ik alweer weg. Dus dat, ik weet niet of dat mij heel snel gaat lukken. Ik wens jullie en u allen heel veel succes. Ik ben ook heel blij dat de minister bereid is vandaag in het drukke programma ook even hier aanwezig te zijn. En ik wil haar graag het woord geven. En ik hoop, als u nog dichterbij komt, dan hoeft ze niet zo in te gaan. Feestje te komen. Nou, vandaag is het verjaardagfeestje, 15 jaar. FIVAS, derde lustrum. En de wereldrecordpoging om in het World Guinness Book of Records te komen. Om dat te vestigen. Dat heeft altijd iets plezierigs. Want als je iets vestigt, dan gaan we het zeker halen. Dus dat is heel erg mooi. Er zijn heel veel schermers, maar wat ik ook ontzettend
vind, is dat er ook een rolstoelschermer is. Dat is vaak ook veel moeilijker nog dan als je valides wordt gebracht. Ik heb het ooit zelf gedaan, rolstoelbasketbal. En dan kan ik u vertellen, rolstoelbasketbal, we hadden een potje met het kabinet en met rolstoelbasketbalspelers van het Nederlands team. Wij werden uiteraard ingemaakt, maar het gaf wel aan dat we andere krachten nodig hebben om dat goed te doen. Dus het is ontzettend goed dat dat vandaag ook door u uitgeprobeerd wordt en dat u ook kan zien, als u in een rolstoel schermt, hoe moeilijk dat is. En het verbroedert natuurlijk, want sport doe je met elkaar. De traditie, u zei het al van het schermen, terug naar de Egyptenaren, terug naar de Grieken. En ik heb mij laten opzoeken. Ik heb niet zelf opgezocht, maar het is opgezocht dat in 1896 het moderne schermen ontstond. Met floret en sabel en sinds 1900 met de degen. En wat natuurlijk heel bijzonder is van het schermen, is dat het een van de vijf Olympische sporten is die er van het begin af aan bij is en nog steeds op de Olympische Spelen wordt geoefend. Dus u staat in een hele lange traditie. Daar heb ik ook zelf een schermkliniek mogen doen, een jaar of twee geleden. Hetzelfde als mijn dochter, die is 11 en die ziet iemand schaatsen die foto's van de boom. Dat dacht ik scherm. Dacht ik, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, het is ongelooflijk moeilijk. Ik hoef het nu niet uit te leggen. Maar ik had dezelfde ervaring een beetje als de burgemeester. Het is zo geconcentreerd. Het is eigenlijk, het is sport en kunst, vind ik zelf. Het is zoveel concentratie, zoveel techniek. Dus ik vind het ontzettend moeilijke sport en heel erg goed dat jullie daar zo je best voor doen om daar heel erg goed in te staan. Ik ben. Niet alleen minister van sport, maar ook van volksgezondheid. En hoe mooi is dat dat vandaag dus samenkomt. Want vandaag hebben we ook met elkaar een veel breder doel. Het doel Stichting Spierkracht. En dan ook speciaal voor een van de leden, Kaya, die leidt aan de spierziekte Lyme-Gordel spierdystrofie. En dat is een ontzettende rotziekte. En het is niet alleen een rotziekte, maar het is ook een ziekte die heel weinig voorkomt. En dat heeft dus als groot nadeel dat als je een geneesmiddel behandeling wil zoeken voor zo'n ziekte, dat je maar heel weinig patiënten hebt. Dus dat je die over de wereld bij elkaar moet zien te brengen om ook echt te kijken of je iemand beter kan maken welke behandelingen werken en welke niet. Het is prachtig om te zien dat nieuwe technologie en nieuwe innovaties, dat is een beetje de blok, maar innovaties, dat die bij elkaar komen waardoor we mensen hoop kunnen geven op behandelingen die gaan werken. Daar waar we dat een tijdje geleden helemaal niet hadden. Gentherapie, eiwitontwikkeling. En dag in dag uit staan er mensen in laboratoria te werken om behandelingen te vinden, om pillen te maken en te ontdekken voor deze ziekte. Dus ik vind het ontzettend fijn dat wij ook vandaag met elkaar bijdragen aan hoop, aan nieuwe behandelingen voor een rotziekte waar we het hier over hebben. Dus ik vind het een heel erg grote eer om het, de voorkoming vandaag te mogen openen. En ik weet niet hoe ik dat doe. Waarschijnlijk niet iets ingewikkelds mogen dus, met het samen. Het slaan we dan over. Maar ik vind het heel hartelijk dat u komt. En ik zou zeggen, later zit het einde van de speech van minister Schippers. Beschouwen als de opening van ons. Fijne woorden. Het is natuurlijk de bedoeling dat we een groepsfoto maken. Dus als alle schermers en coaches zo een beetje zo voor en achter met die scheidsrechter. Ik moet afstand nemen. Je mag niet zo broeden met de schaamers. Nee, dat mag niet. Ja, daar horen wij. Deze kan de fotograaf er goed overheen fotograferen.
Sorry, jij bent op de trap. Wat staat hier? Op het trapje. Cheese! En nog een keer, cheese! Dan kunnen we zo beginnen met schermen, maar voordat we dat gaan doen, nog een paar huishoudelijke mededelingen. Aan het begin van de zaal, bij de ingang van de zaal staat een rode bus. Dat is de bus van de Stichting Spierkracht. Dat is waar u donaties bij kan. Er staat ook een IBAN op, dus u kunt ook digitaal geld overmaken naar de Stichting Spierkracht. Vergeet dat niet, aan het begin van de zaal bij de ingang een rode bus. Daarnaast, huishoudelijk, we willen graag dat het publiek zich op de tribune begeeft, zodat we de zaal vrij houden voor de schermen, voor de scheidsrechter. En voor twee hele belangrijke mensen, de stewards en de witnesses. De stewards die gaan zorgen dat op elke rij van bewoners, dus ik denk dat kilo, vier keer, dat daar alles goed gaat en dat die meten en meenemen waar, zodat het world record erkend kan worden. En de tweede groep, de belangrijke mensen, dat zijn de witnesses. Dat is meneer Cardonis en mevrouw McGowan. Die zijn de witnesses en die gaan namens de schermbond kijken of alles gaat zoals het moet, alle regels worden nageleefd. En deze twee mensen die zullen, die zijn belangrijk in het herkenbaar maken van het wereldbeeld. Dan zijn er nog wat mededelingen over veiligheid. Veiligheid bij het schermen staat natuurlijk voorop. Tegelijkertijd weten we dat dit een wedstrijd is die niet gaat tussen de wereldtoppers, maar die gaat tussen meer recreatief ingestelde schermers. Top is veiligheid een zeer belangrijk element en dat is dat we, daarom hebben we besloten dat we alleen degen schermen wanneer alle schermers een deugdelijke schermbroek aan hebben. Dus dat betekent dat de partijen op degen alleen maar kunnen schermen als de schermers een schermbroek aan hebben. Je kan natuurlijk even wisselen binnen de techniek, misschien voor andere techniek, dat is allemaal toegestaan. Maar de veiligheid staat voor alles en dat betekent degen schermen alleen met die schermen. Voor de rest is het aan de voordeel van de scheidsrechter om te beoordelen of het materiaal deugdelijk is en veilig is om mee te schermen. Partijen duren maximaal 5 minuten. De scheidsrechter die klopt dat. Elke onderlinge partij van 1 treffer duurt maximaal 1 minuut en de ontmoeting duurt maximaal 5 minuten. Als het aan het eind van die 5 minuten 8-8 staat, en er valt, als je deze schermen niet dubbelt, dan wordt hij geactiveerd. Als het tijd op is, dan loopt de scheidsrechter en dan krijg je 1 minuut met sudden death. Helder? Duidelijk. Mooi. En dan kunnen we, dan zitten we niet te wachten op. Kijk, daar zou je net hebben. De volstaan. De volstaan. Ja. Straks nog even kijken naar de schermen. En dan de laatste. En dan draaien. Thank you.
Thank you.
Thank you.
in, zodat ik in de eerste keer vier jaar. Dus allemaal even in de Thank you.